Bijna 2000 technoliefhebbers verzamelen zich in de nacht van vrijdag op zaterdag op het oefenterrein naast het TT-circuit. Het gaat om een illegaal dancefeest. De deelnemers hebben via internet en sms'jes van het feest gehoord. Het is de bedoeling dat het feest het hele weekend voortduurt. Een technival is, het is over heel Europa. Mensen komen samen zonder media, zonder reclames. En we geven goede illegale feesten. In de loop van de dag klagen steeds meer omwonenden over geluidsoverlast. Dan besluit de gemeente in te grijpen. De organisatie moet het festival beëindigen. Die weigert dat, waarna de mobiele eenheid en de marechaussee met groot machtsvertoon het festivalterrein opkomen. Wij kennen de risico's niet die aan deze organisatie verbonden zijn. Kijk, bij een TT-camping, zo'n beeld moet je je dus eigenlijk kunnen voorstellen. Nou, dan ga je ook van tevoren allemaal goed bekijken van hoe is de veiligheid geregeld. Hoe zijn de sanitaire voorzieningen? Kan er iets in de sfeer van brand ontstaan? Nou, daar weten we helemaal niks van. Nou, zo'n situatie die willen wij niet hebben. Het moet allemaal goed georganiseerd zijn en anders staan we het niet toe. Het verwijderen van de bezoekers van het festival gaat zonder grote problemen. Echt jammer, echt jammer. Ik had gehoord dat het in eerste instantie door mocht gaan. Maar ja, nou zie ik zo die marechaussee dingetjes. En wordt sowieso wel beëindigd. Tegen het einde van de avond heeft iedereen het festivalterrein verlaten.